Nationale Autoriteit MNA is vandaag gelanceerd. Deze milieuautoriteit wordt gehuisvest aan de Seniastraat 33. Bij de proclamatie zei Vanessa Geoffrey, voorzitter van het stichtingsbestuur, dat dit moment een belangrijke mijlpaal markeert in de gezamenlijke inspanningen om het milieu te beschermen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Wij leven in een tijd waarin de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaatverandering urgenter zijn dan ooit tevoren. Van onbotsing, biodiversiteitsverlies, maar ook wateroverlast tot toenemende vervuiling van onze buurten. De impact van menselijke handelen is onmiskenbaar. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierop te reageren met doortassende en effectieve maatregelen. De oprichting van de Milieuautoriteit is een cruciale stap in die richting. Deze autoriteit zal een centrale rol spelen in het coördineren van milieubeleid, het handhaven van milieuregels en voorschriften en het bevorderen van milieubewustzijn bij de samenleving en de private sector. Maar dit is slechts het begin. De Nationale Milieuautoriteit is een product van de Milieuraamwet die in april 2024 door de Nationale Assemblée is aangenomen. Minister Mashano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu haalde aan dat er door de jaren heen veel wetten zijn aangenomen die gefocust waren op bescherming van het milieu, maar tot voor kort was er geen sprake van gecoördineerde en gestructureerde aanpak. En deze wet is een raamwet en beoogt via een stelsel van taken en bevoegdheden, via normen, controle en handhaving het instrumentarium te bieden om het milieu te beschermen. Een groot gemis was echter de verbinding tussen de hoogste beleidsverantwoordelijkheid van en bij de regering en de operationele uitvoering. Het staat buiten kijf dat de zorg voor het milieu, de bescherming daarvan, een staatszorg en daarmee staatsverantwoordelijkheid is. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte bij de proclamatie dat de NMA geen afdeling is van een ministerie, maar een autoriteit. Hij vindt het belangrijk dat NMA goed uitgerust is om haar taken en bevoegdheden goed uit te voeren en de uitdagingen in de sector aan te kunnen. Wat er zeer wat gaande, waar we als land zelf invloed hebben, maar waar we als land en zelfs als regio totaal geen invloed hebben. En de vraag is, hoe moeten we omgaan met al deze vraagstukken? Als de wereld vastgesteld heeft op basis van science-based study, fact and figures, dat inderdaad de temperatuur van de aarde aan het stijgen is, en het is aan het stijgen, kijkt u elke dag naar de beelden van het wereldnieuws. Gisteren nog, hoeveel kinderen doodgaan als gevolg van hitte. Dan hebben we weer het probleem. Dan hebben we weer het probleem. De enige oplossing is, de stijging van die temperatuur moet ophouden, moet stoppen en het moet dalen. Dat is de oplossing. Hoeveel invloed heeft Suriname? Hoeveel invloed heeft de Nationale Milieuautoriteit hierop? Bij de proclamatie van NMA is er een naambord van de autoriteit onthuld en was er een korte rondleiding in het gebouw.